Dit is nieuwsuitzending nummer 131 en het onderwerp is positieve dingen over de Koran. Want Geert Wilders die loopt dus over te mekkeren. En dat helpt niet. Dat zaait alleen maar tweespalt. Daar krijg je gezeur van. En en passant heeft Geert Wilders ook mijn grootmoeder van vaders kant uitgemaakt voor een beest. Met de term kopvot. Want een hond heeft een kop, maar zelfs een paard heeft een hoofd. Dus hij had minimaal gewoon moeten zeggen hoofddoekbelasting. En dan was hij door de mand gevallen. Want mijn oma droeg namelijk een hoofddoek. En dat was omdat ze werd wat ouder en ja, dan moet je er een doekje omheen doen. En dan kreeg ze iedere week als ze de kapster. Ja, dan ben je wel zuinig op je haar. Hè? En Geert Wilders die wilde er even belasting over gaan heffen. Nou, die man die mag van mij naar huis. Ik weet niet waar zijn huis woont. Interesseert me ook helemaal niet. Maar ik wil die man niet meer in de politiek van Nederland. Ja, dat soort. Kijk, André van Duin bijvoorbeeld. Dat is gewoon. Was wel grappig. Totdat je erachter kwam dat hij deed met Marokkaanse jongetjes van 14. Zo zeggen ze dan. Ik weet ook niet of dat waar is. Ik wil André van Duin nergens van beschuldigen. Maar toen werd het wat minder grappig. Maar André van Duin is in ieder geval eerlijk in die zin dat hij dus niet in de Tweede Kamer staat. Die zit gewoon bij Joop van der Ende of zo in Aalsmeer. Aalsmeer. Dan zit hij een beetje grappig te doen, dus iedereen weet dat het een grap is. Maar bij Geert Wilders, dat is dezelfde taalgebruik. Totaal onzinnig. En dan in de politiek. En dan een beetje ons oplopen stoken tegen de mensen die de Koran lezen. Hier zie je in beeld de Bijbel die opgesteld is op in opdracht, of die heeft dat gefinancierd. Dat was koning Jacobus. King James. En dat is koning Jacobus de eerste. Ik weet ook niet van een tweede. Maar. En het is een Bijbel die is opgesteld in 1611. En dan pakken we hem gewoon even aan het begin. Hè, want we gaan het hebben over de positieve dingen in de Koran. En die moeten goed met me meeluisteren. Want dan snap je er helemaal niks van. Dan krijg je straks een ruzie met die Arabieren. Dat wil je echt niet. Hè. Daar heb je toch helemaal geen zin in, man. Kom op. Ik pak hem er even bij, maar ik sta te uploaden, dus internet is een beetje traag. Kom op, kom op. Kom jongen, kom. Werk met mij. Ja, het is allemaal verschrikkelijk. Mijn netwerkverkeer, zie je dat? Kun je dat zien? Ontvangen gegevens per seconde is 19 kb. Maar ik sta dus ontzettend te pompen. 172... Gaat hem naar buiten. Nou ja, dan slaan we hem maar eventjes over. Hoor. Staat hij er al? Ja, oh, hij is er al. Oh, kijk zeg. God is met mij. Al wandel ik door de vallei der duisternis. In het begin creëerde God de hemel en de aarde. Dat is het christelijke dogma. Dat zijn wij overeengekomen in de tijd van dat Jezus nog wandelde. Dat noemen wij het jaar nul. Ook een mooie aanduiding van BC, dat is dan before Christ. En AD, dat is het jaar van de Heer. En de Heer is dan ook weer Christus. Want doordat Christus naar ons kwam, werden wij bevangen door empathie. En toen zagen wij, je kan wel aardig doen tegen een ander. Wat heeft Jezus ooit fout gedaan? Er zijn wel wat klachten over zijn gedrag geweest. Maar dat was het. En zo begint de Bijbel. Dat is heel eenvoudig. Want het kan toch ook niet anders? Want er is een hemel en er is een aarde. En waar komt dat spul vandaan? Ooit afgevraagd.
Stel je komt thuis van boodschappen doen en er staat een piano in je woonkamer. Dan vraag je je toch ook af waar die piano vandaan komt. Nou, waar komen dan de hemel en de aarde vandaan? Dat moet ergens vandaan komen. Dus Immanuel Kant heeft dit helemaal van logische kant onderbouwd. En de rest wat hier achteraan komt, ja, je hoeft niet alles te lezen, wat mij betreft. Maar er staan hele interessante dingen in. En lekker begrijpelijk. Nou, ik heb dus de Bijbel erbij gepakt. En ik ga de Koran online, daar ben ik niet goed genoeg in, die pak ik er niet bij. Mijn eerste ding is dat in de Koran staat, je moet je vrouw slaan. Nou, ik wil het dus hebben over de Koran op een positieve manier. Dus wat kan hier staan? Want als jij dus, je ziet een of ander lekker mokkeltje en jij hebt 5000 euro in de maand. En je zegt het tegen dat lekkere mokkeltje, kom meid, ik heb een tapijtje liggen. Dan mag jij de afwas doen en dan ga je haar iedere dag een beetje op de billen slaan. En er zijn zelfs in de hadith of zo, daar hebben ze zelfs bepaald dat je mag je vrouw slaan met een stok, maar die mag niet te dun zijn, want dan van die SM-klappers of zo. Bedoelt Mohammed de profeet dat? Ik denk het niet. Echt niet. Dat bedoelt hij niet. Want je blijft met je tengels van een ander af. Je mag een ander geen haar krenken. Dit gaat veel dieper. Over de Koran heb ik het nu. Jullie kijken nu naar Genesis 1 vers 1. Maar ik heb het over de Koran. Ik beweer dat dat dieper gaat. En als je die diepte begrijpt, dan begrijp je ook die mensen die de Koran lezen. En dan vind je ze ook aardiger. Je moet met die mensen meelezen. Nou, wat is de Koran? We houden het positieve. Er is gezegd dat de katholieke kerk opdracht heeft gegeven om een boek te gaan schrijven over een profeet. Te weten Mohammed. Er moest een profeet komen. En die profeet moest een boek hebben. En dat boek, de inhoud van het boek, is aangeleverd door het Vaticaan. Dat wordt gezegd. Of dat helemaal waar is, dat weet ik niet. Maar het wordt beweerd. Als je het dan blijft hebben over het positieve in de Koran, dan moet je je beseffen dat als wat ik net zei, hè, dat de Koran door de katholieken, en die zijn helemaal niet leuk. Niemand houdt van katholieken. Mensen die katholiek zijn opgevoed, dat, tot daaraan toe. Hè. Maar wat de katholieken hebben uitgefroten, dat moet je eens even weten. Dat zijn gewoon genocideplegers. Miljoenen doden op hun rekening staan. Nou, als ze dan een boek maken wat moet aanspreken, dan moeten daar elementen in zitten die aanspreken. En ze moeten aanspreken op de archetype van ons mens. En dat overtuigt. En wat is er nou correct aan je vrouw slaan? Ja, dat weet ik. De Koran, als het verhaal waar is, dat is trouwens zonder meer geanalyseerd. Nee, ik moet even niet liegen. Ik heb de geannoteerde Koran gelezen. En in die tijd studeerde ik bij de Jezuïeten. Dan zal je denken van, oh Perry, dan ga ik nu gelijk deze uitzending stoppen. Maar dat is niet nodig, ik heb er alleen maar gestudeerd. Ik ben niet geïnfecteerd, ik ben geen Maria-vereerder, ben jij gek? Ik heb er gewoon gestudeerd. En in die tijd heb ik gewoon geleerd van Socrates en van Plato en Aristoteles. En dan krijg je daarna Plotinus heb je nog, maar voor Plotinus, ik weet het, ik heb dat, al die tentamens heb ik gedaan. En daar heb ik me uitgesleurd met een 6. Daar was ik erg ontevreden over. Maar het was voldoende, dus ik moest niet zeuren. Dus ik weet daarvan. En de Koran, dat is neoplatonisme. Wat erin staat, dat dogma. Dat, ik kan zeggen, dat is niet waar.
Maar qua uiterlijkheid is het waar. Het stemt overeen met dat wat Plotinus zei. Plotinus was een neoplatonist uit het jaar 200. Nou, een neoplatonist, dat is dus, noem het maar, een verbetering van de leer van Plato. En Plato, dat was een aristocratische jongeling, een rijke luis ventje, geboren met een gouden lepel in zijn mond. En die hing dan aan de lippen van een meneer en die heette Socrates. En Socrates heeft nooit de moeite genomen om ook maar een jota, om het maar op zijn Joods te zeggen, heeft opgeschreven. Maar Plato wel, die heeft zich helemaal suf geschreven. Een van zijn belangrijkste boeken is de Republiek. En daarin staat volgens mij de allegorie van de grot. Ieder mens zou het echt het zou basiskennis moeten worden op de lagere school, kan dat al. Dat er gewaarschuwd wordt voor een bepaalde manier van gouvernantie. En daar gaat die allegorie van Plato over. Om even kort uit te leggen. De Koran, als het waar is wat ik zeg, dat weet ik ook niet zeker. Dat de Koran dus neoplatonistisch is. En dat stond in het boek wat ik toen geleend had bij de bibliotheek. En ik kon het lezen. Dat was geannoteerd. Dat was helemaal voorzien van. Hier wordt dit bedoeld. Daar wordt dat bedoeld. En ik wist dat allemaal. Ik kon gewoon zeggen. Ja, oh, is het zo? Aha. Gaat het daarom? De Koran is niet een eenvoudig boek of zo hoor. Als jij dus denkt van je moet je vrouw slaan, dus je denkt ik heb de Koran gelezen, nou miep, ga maar klaarstaan, ik ga je even mappen, heb je het mooi verkeerd begrepen. Ja, misschien is de Koran te ingewikkeld voor bepaalde bevolkingsgroepen die dan echt gaan denken, ik ga dat gewoon doen, ik ga mijn vrouw slaan. Dat is ontzettend stom, dat staat er helemaal niet. Even terug naar Plato's grot. Heel in het kort, want anders dwaal ik te ver af. Maar Plato's grot gaat erover, deze allegorie is, dat er een groep mensen is en die wordt gevangen gehouden in een grot. En die zijn gedwongen om allen dezelfde kant uit te kijken. Dus ze kunnen niet naar elkaar kijken. Ze kunnen alleen maar kijken naar een muur. Dat is gewoon de rand van de grot. Aan die muur, dat is een projectiescherm. En achter die mensen, die niet naar elkaar kunnen kijken, laat staan dat ze achterom kunnen kijken. Maar achter die mensen, daar brandt een heel groot vuur. En dat creëert dat licht. Er worden iedere keer houtblokken in gedaan. Houden ze dat vuur brandende. Krijg je heel veel licht. En dan tussen de ruggen van die mensen, die niet naar elkaar kunnen kijken. En het vuur, daar dragen ze steeds weer verschillende beelden in de ronde. De gouvernanten dus, hè? De toezichthouders. En die mensen in die grot, die zien alleen maar de schaduwen van die beelden. Dat is het idee van Plato. Want zo moet je met mensen omgaan. Je moet ervoor zorgen dat ze niet naar elkaar kunnen kijken. Je moet ervoor zorgen dat ze niet achterom kunnen kijken. Dat ze jou niet kunnen zien. Zoals Alice in Wonderland. Is dat Alice in Wonderland? Of die andere? Van don't look at the man behind the curtain. Zie niet naar de man achter het gordijn. Dus er is een schaduw. Ja, de regering van de schaduwen. Ja, de schaduwregering. Waar we nu veel over gesproken wordt met die World Covenants. Dat is de regering van de schaduwen. We zien alleen maar de schaduwen van beelden die ons achter onze rug heen en weer gedragen worden. En wij zitten allemaal dezelfde kant op te kijken. En wij praten tegen elkaar van nou, volgens mij gaat dat zo aflopen.
Ja, zo kijken wij naar het glazen huis en Big Brother en Miley Cyrus. En wij zien die mensen die in zo'n glazen huis zitten. Wij zien, of in zo'n Big Brother huis, wij zien die mensen niet. Wij zien de schaduw van die mensen. En wij kijken naar die schaduwen. En wij kijken niet naar elkaar. Dat is Plato's God. En dat wordt dus toegepast als techniek. Kan je niet zo leuk vinden. Ik zelf vind het zoom kotsen, om het maar even op zijn Spaans te zeggen. Dat is een grapje natuurlijk. Voordat je moet niet te veel grapjes maken. Dat wordt toegepast. En ik vind het zoom kotsen. En de weg omhoog, dat is om onze broeders en zusters. Ik praat hopelijk tegen mensen die christelijk zijn of respect hebben voor christenen. Anders krijg je toch echt uiteindelijk een groot probleem met ons. Hoor. Als je ons tergt tot aan het einde, dan wordt het uiteindelijk meppen. And you believe me, dat wij het goed kunnen. En tot die tijd houden wij ons in. Altijd stay back, rustig doen. Niet klagen, maar dragen. En bidden op kracht. Dat is het christendom. Nou, wat is de vrouw? In het zin van het platonisme. Het neoplatonisme. Wat kan dat betekenen? Ik heb het niet echt goed voorbereid, maar hier staat ergens. Kijk, God heeft ons gemaakt. Ons mensen. Moest hij eventjes dit doen. Dat was ontzettend veel werk. Dat kunnen wij ons niet voorstellen hoeveel werk dat was. Dat is in ieder geval meer werk dan dat jij morgen gaat doen. Ga daar maar vanuit. En dan had hij dus de aarde gemaakt. Maar dat is helemaal zonder vorm. Maar toen heeft hij uiteindelijk op dag nummer huppeltje pup. Heeft hij de mens gemaakt. En die mens die maakte hij man en vrouw. En dan kan je gelijk gaan lopen. Dat is helemaal niet waar. Want man en vrouw. Nou, dat hoort helemaal niet. Ja, dan kijk eens even naar koeien. Bij koeien heb je ook stieren en koeien. Kijk eens naar eendjes. Die mannetjes, die eten woerden. En daarbij zit dat op de, bij het achtereindje, gaat er zo'n veerpartijtje omhoog. Je kan gewoon gelijk zien wie er een woertje is, hoor. En die zijn ook veel kleuriger. En die vrouwtjes zijn een beetje bruinig. Nou, die heb je ook een of andere slakkensoort. Of is dat van beest? Of, een verschrikkelijk verhaal. En daarbij zijn die vrouwtjes, die zijn. Sorry voor mijn boer. Die vrouwtjes zijn 5 meter lang. En die mannetjes 3 millimeter of zo. Of 3 centimeter. Maar die stellen niks voor. Maar die mannetjes, die zijn allemaal. Oh, waar is het vrouwtje? Waar is het vrouwtje? Wij zijn gesplitst. Als mens. Biologisch. Hè? Gewoon in ons wezen. Nou, daar heeft Mohammed, de gezegende, daar heeft hij het niet over. Echt niet. Dat staat niet in de Koran. Het gaat veel dieper. Want dat beeld dat mensen, mannen en vrouwen zijn, die een aparte rol hebben, dat weerspiegelt zich in ons menselijk zijn, in onze mensheid. In die zin dat wij hebben een toezichthouder nodig. Bij het voetballen is er altijd een scheidsrechter. Die moet er zijn. Ik zat gisteravond weer te schaken. Dat was hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Maar meneer Perry Franciscus Martinez Winkel had 2 glazen wijn op. En mijn opponent die had ook wat gedronken. En op een gegeven moment stond ik na te denken over mijn volgende set. En toen bleek dat ik al 2, 3 setten lang schaak stond of zo. Dat was echt verschrikkelijk. Moesten we alle stukken terugzetten. En toen kwam Joost erbij zitten. Joost is een goede vriend van mij. Die kan ook een vet potje schaken, hoor. En toen zei ik ook tegen Joost, wil je ons even in de gaten houden? Want het is helemaal niet gezellig dat je ontdekt van, hoe stond het ook alweer voordat we de fout hadden gemaakt? Want je wilt toch een mooi spel spelen. Dus je hebt een gouvernant nodig.
Een scheidsrechter, een toezichthouder, een overheid, degene die de baas is. En als de scheidsrechter jou een rode kaart geeft, dan kan je wel als een of andere eerste beste naffer. De naffer, dat is, dat heb ik ook weer op geen stijl of geen pijl of weet ik wel wat. Naffer. Een Noord-Afrikaner. Het schijnt dat die Noord-Afrikaners, die gaan dan de keer tegen scheidsrechters. Ja, dat is dus niet nodig. Maar dat staat wel in de Koran. Want dat is de vrouw. De vrouw is de toezichthouder. Laat het even op je inzinken. Er is een, terwijl je erover nadenkt, maak ik een grappen. Dat is een oud-Hollandse gein. Het enige recht van de vrouw is het aanrecht. Waarmee bedoeld wordt dat de vrouw de baas is in huis. Ja. Nou, huishouding op zijn Frans, dat heet ménagerie. En dan spel je M-E-N-A-G-E-R-I-E. Ménagerie. Dat heeft zich vertaald in het Engels, want 70% van het Engels is gewoon Frans. Maar Frans is gewoon verbasterd. Engels is gewoon verbasterd Frans. Net alsof het leuk klinkt. Je kan er alleen niet mee praten. Ah, sorry voor het grapje. Nederlands is gewoon perfect. Maar menagerie, dat is de huishouding. En het management, dat is precies dat wat aan de vrouwen toekomt. En waarom denk je dat we zoveel oorlog hebben? Nou, omdat het allemaal haantjes zijn die een beetje lopen hanen te gevechten in Irak en Iran. Maakt dan niet uit als je er maar bommen in kan flikkeren, want er zijn er bommen op en dan kunnen we niet meer bommen maken. En dan kunnen we weer een lening afsluiten voor een tweede zwembad. Ja, zo zijn mannen. En mannen moet je niet hun gang laten gaan. Die moet je in bedwang houden. En dat moeten die wijven doen. Die vrouwtjes. Die moeten de boel onder controle houden. En bij eenden gaat het niet goed. En bij ons gaat het ook niet goed. Heb je ooit gezien? Ik heb er gezien, jongen, hoe een vrouwtje gewoon verkracht werd. Gewoon zo'n mannetje aanvliegen. En de eigen mannetje die kon er niks aan doen. En weet ik veel wat. Bah. Nou, zo werden wij ook geneukt. Verneukt. Door onze vrouw. Onze overheid. Snap je die? Nog een keer. Kijk. De mens die moet zich voortplanten. En als je nou iedereen, je hebt het, de bladluis is een hele goeie. Kijk, de bladluis die kan zich voortplanten door gewoon zichzelf te splitsen. Dus als je bladluis in je planten hebt, dan ben je mooi de peanut. Maar die kan zichzelf gewoon voortplanten. Dat splitst zich gewoon. Want, en iedereen is een kopie van mama. Ik weet niet precies, heb je ook mannetjesbladluizen? Ik denk het eigenlijk niet. Ik zou het eens na moeten zeggen. Maar ja, neem een amoebe. Of ja, je krijgt een bacil binnen. Hè? Of een salmonella of zo. Denk je dat die salmonella jongens, dat die met elkaar lopen neuken in jouw maag? Nee. Nee, die vreten zich helemaal vol. En dan splitsen ze zich in tweeën. En dan splitsen de kern. Dan krijg je twee kernen. En dan wop, heb je er twee. En na twee krijg je er vier. En naar 4 krijg je de 8. En naar 8 krijg je de 16. En naar 16 krijg je de 32. En naar 32 krijg je de 64. En de 64 krijg je de 128. En daarna krijg je 256. Enzovoort. En dan word je ziek. Maar voor de rest is, dat is echt heel mooi verzonnen door God. Ik bedoel, God is niet te vereren. Want hij is zo ontzettend goed. Dat als je tegen God gaat zeggen, oh, ben je goed zeg, dan kan je een klap voor je bek krijgen. Nou, dan laat ze me even op je inzinken. En hij heeft ons dus gemaakt, ons mensen, heeft hij ook gemaakt, hè? Als je dat godverdomme ontkent, dan wil ik dat de Heere God mij nu wegvoert. Dan kan ik er mooi mee ophouden.
Maar zo heeft hij ons gemaakt. Mannen en vrouwen. Zo is het. Wij moesten ons voortplanten en niet als een bladluis. Nee, de voortplanting die was dus voorbestemd aan de toezichthouder. Dus wij geven onze kinderen aan de toezichthouder. Dat is de vrouw. Zo hoort dat te zijn. En die vrouw, de mens met de ballen in de buik, die dat ook echt wil, kom ik er dadelijk op terug, want het gaat niet over waar je ballen hangen of zo. Je hebt een toezichthouder of je bent een specialist. Je bent een manager of een uitvoerder. En een uitvoerder in de bouw is ook weer een toezichthouder trouwens. Maar kijk, je bent een werker, je bent een drone. Een drone is een mannetjesbij. En dan moet je alles maar vliegen en dan moet je allemaal hard werken. En alles wat je binnenbrengt, dan sta je af aan het vrouwtje. Zo zit het in elkaar. Niet anders. En dan kan je zeggen, ja, maar ik ben feminist hoor. Ik vind dat vrouwen ook... Nou, kijk, daar gaan we praten. Ik heb gehoord, want we hebben het over positieve dingen in de Koran. Hè? Ik heb gehoord een verhaal uit Joegoslavië waar ze Mohammedanen naartoe hebben gebracht. En dat vonden die Joegoslaven niet nodig, want ze hadden genoeg werkeloosheid onder zichzelf. En om nog meer mensen binnen te brengen, ja, de Joegoslaven hadden al nauwelijks werk. En dan krijgen er nog gastarbeiders bij. En dat waren Mohammedanen. En daar was een vrouw. En die had geen hoofddoek. Maar die had gewoon netjes haar. En die was, je kon haar gezicht zien. En je kon haar handen zien. En dat was het. En ze had gewoon werkschoenen aan. En een vette broek. En een lekkere warme trui. En er zat ongetwijfeld een goed thermisch t-shirt onder. En die hoefde helemaal geen hoofddoek. En die stond gewoon 's morgens om 7 uur op. En die stond gewoon samen met de jongens. Waarbij de ballen tussen de benen, tussen de dijen hingen. Stond ze gewoon op de bouwsteiger. Hoefde helemaal geen hoofddoek. Die had ook geen make-up. Maar die jongens op de bouw hadden ook geen make-up. Ze had geen sieraden. Maar die jongens op de bouw hadden ook geen sieraden. Heb je? Dan ben je een man. Laat het even op je inzinken. Hoe feminisme is leuk, maar het levert niks op. Wat wel wat oplevert, is dat je 's morgens om 7 uur opstaat. En dat je om 7:30 op de steiger staat. Of je staat om 7:30 op en dan ga je eerst nog even thee zetten of zo. Moet je zelf weten. Maar om 7:30 of om 7 uur sta je op de steiger. En is het houden met die handel. Tot een uurtje of wat. En dan allemaal naar huis. Dat is wat de man doet. En dan terug naar de Koran. Nu ik dit duidelijk heb gemaakt. Dat de man, dat is de mens in zijn specialisme. Die doet echt iets. En de vrouw. Dat is de toezichthouder. Die ziet erop toe dat alles goed gaat. Want dat hebben mannen nodig. De vrouw is de scheidsrechter. Dus wat in de Koran staat, is je moet je scheidsrechter slaan. Nou, daarmee bedoelde die niet wat er in Almere is gebeurd. Die jongens die dachten dus echt van, oké, la la la. En die hebben dus echt gewoon een scheidsrechter. Dat staat daar niet in. Wat daarin staat, kijk eens naar onze huidige toezichthouder. Wat vind je daarvan? Vind jij Auschwitz achteraf bezien toch wel een goed idee? En zie je uit naar de volgende Auschwitz? En dat is onze fucking toezichthouder. Dat is onze vrouw. De Verenigde Effing Naties. De kostenpartij Poen, jongen. En die Europese Unie. Wat denk je? En die NATO.
En die NAVO, weet ik veel, en de OTAN. Ja, dat is allemaal dezelfde organisatie, maar in die zoveel talen. Je betaalt je blauw aan zo'n toren van Babel. En die moet je meppen. Daar moet je gewoon dwars tegenin gaan. Daar moet je toch niet pikken, jongen. Daar ben je gewoon geen Mujahedin. En Mujahedin, dat is Arabisch. En dat vertaalt zich op het Nederlands als doorzetter. Laat het even op je inzinken. Ik wil dat jullie allemaal Mujahedin worden. Doorzetters. In de Koran staat: een mens dient te zijn zoals een zalm. De zalm namelijk, die moet zich omhoog vechten tegen de stroom in. En dan komen er nieuwe zalmen. Dat is een vis, hè? Dat is een zalm is een vis. Dat weet je vast wel. Die legt zijn eitjes boven in de rivier en dan gaan al die kleintjes die stromen omlaag. Ja, dat is allemaal leuk. Maar daarna, als je niet weet wat je wil, dan moet je tegen die stroom in. Dat staat in de Koran. En mensen die zeggen dat ze de Koran gelezen hebben en dat ze hem gegrepen hebben, die mensen moet je onmiddellijk gaan huggen. Knuffelen. Die moet je knuffelen, gaat als volgt. Dus je hebt zo'n persoon die staat tegenover jou. En dan moet je even kiezen. Ga je zelf rechts met je hoofd of ga je links met je hoofd? Dat moet je even voelen. En dan ga je dus je hoofd op de schouder van die ander leggen. En dan doe je je linkerarm en je rechterarm. Die doe je om die mens heen. En dan moet je even voelen waar de negatieve energie zit. Want daar voel je gewoon, er zit ergens een trilling. En daar leg je je hand op en dan. Field of Force. Kijk, mensen die de Koran lezen, dat zijn mensen die lezen. En wij hebben dus lezenders onder ons en analfabeten. Ik ken echt een analfabeet. Dus ik denk dat hij echt analfabeet is, maar die is niet analfabeet. Die weet namelijk wel degelijk van het een en ander. Alleen hij kan geen, ja, die letters en zo. Dat, ja, hij kan er echt geen pindakaas van maken. Hij had een veroordeling gehad van de politie. En had hij 2 dagen in de bak gezeten. Het was helemaal om niks hoor. Hij had niks fout gedaan. Maar ja, hij heeft gewoon een grote bek. Maar ja, daar moet je toch ook hebben. Dan had hij dus dat document had hij bij zich. En toen zag ik dus zijn hele voornaam, achternaam, Nicolaas Richard. Dat is best een mooie voornaam, hoor. Nicolaas Richard. Oftewel Sinterklaas. Of als je echt eerbiedig bent, Sint Nicolaas. Of King Richard. Ik kon er echt geen beat van begrijpen. En hij liet de tekst aan mij lezen. Ja, dat hebben ze al opgeschreven. Ja, het zal allemaal wel. Ze komen maar achter me aan. I don't care. Maar er zijn ook analfabeten. En die beweren te kunnen lezen. En dat zijn de gevaarlijke jongens. En mensen die echt de Koran hebben gelezen vanuit een open hart. Met die mensen kan je alle kanten op als christen. En wij als christenen kunnen überhaupt met iedereen alle kanten op. Wij hebben nergens last van. Want wij wonen niet in Nederland, wij wonen niet in Tunesië of zo. Wij wonen in het huis van onze vader. Daar verblijven wij. En wij zien hoe mensen het huis van onze vader beschimmelen. Ze maken er een puinhoop van. En die Mohammedanen, die zijn er ook de dupe van. En wij kunnen wel klagen over het feit dat ze hier naartoe gekomen zijn en dat wij opgezadeld worden met nog een nieuw probleem. En dat is ook vervelend. Daar hebben we helemaal niet op zitten wachten. Dit is geen vrijwillige uitwisseling van bevolkingsgroepen. Ben jij gek? Die mensen worden hier naartoe gebombardeerd. Door onze vrouw. Onze overheid. Onze gouvernant. Onze toezichthouder. Die ziet erop toe dat er mensen hier naartoe worden getransporteerd. En dat kweekt allemaal frictie. Natuurlijk.
En dat is met opzet. Dat doen ze juist daarom. En wij moeten dat stoppen. Want die Mohammedanen, die Arabieren, Koerden, Libiërs, die hebben er ook helemaal geen zin in. Die willen helemaal niet hier naartoe emigreren. Dat doen ze alleen maar omdat de toestand in hun thuisland, dat is zo KUDT-DTT. En dan moeten ze wel. En dan zitten ze hier. En dan gaat Geert Wilders, die gaat er een probleem over maken. Ja, dat is even lekker dubbel leuk. Fok, mijn aansteker doet niet. Wat een slechte uitzending, wat ik weer. Ik moet nu even afronden hoor, want ik heb aantekeningen gemaakt. Het is allemaal scripted hoor. Dan krijgen we het nu over de rol van de katholieke kerk. Keren we terug op dat neoplatonisme. Het verhaal gaat dat de Koran dat de katholieke kerk, de universele kerk, bij het woord katholieke kerk denk je, och ja, je bent katholiek of je bent Bahá'í of het maakt niet uit. Oh, je mag van alles zijn, hoef er mee. Ja, het punt is, de katholieke kerk, dat is de universele kerk. En dan moet het je echt dun door de broek gaan lopen. Ga er maar even over nadenken. Wat heb jij aan een universele kerk? Dat wil je helemaal niet. Je kan net zo goed zeggen politiestaat. Dat wil je toch niet? Heb je ooit 1984 gelezen van George Orwell? Heb je die film bekeken? Weet je wat je te wachten staat? Maar je wil het gewoon niet. Maar de katholieke kerk, het verhaal is als volgt, dat ze hebben Augustinus als eerste laten rondwauwelen dat er een profeet aan zou komen. En onderwijl hebben ze een non, dat was een rijke vrouw, die heet Khadija. Dit is het verhaal, hè? Ik zeg niet dat het waar is, want ik weet dat er tegen geprotesteerd wordt. Maar het verhaal is, er was een rijke non. Dat wil zeggen, als non ben je al je bezittingen kwijt, maar er was een rijke vrouw geweest. En die gingen ze, het is heel vies wat ze allemaal doen. En dan hebben ze zo'n, het noemen ze een klooster. En muren, gaan zo'n muur bouwen. En dan achter die muur, dan mag je je aanmelden. Ja, wat gebeurt er allemaal? Hè? De haartjes worden geschoren. Wordt wel eens gezegd, wat die kloosters, waar die nonnen zaten, dat waren eigenlijk gewoon bordelen. En gingen de priesters gingen er eventjes hun piemelino wassen. Ja, die moet af en toe gewassen worden. Hè? Je hebt zo'n piemelino tussen je benen hangen. Dus dan denk je, ja, jij moet eens gewassen worden. Kom, ik ga naar het nonnenklooster. Dat is ook een verhaal wat ik alleen maar gehoord heb. Daar heb ik geen bewijzen voor. Dat kan ook helemaal niet, want waarom zou je dat laten filmen? En dat is waarschijnlijk wel gefilmd, maar die filmpjes heb ik dan niet, natuurlijk. Hoe zou ik eraan moeten komen? Iemand gaat dat filmen. Is dat gebeurd? Oh, dat is gebeurd. Minimaal één keer. En dus meer keer. De katholicisme, dat is ontzettend evil. Dat is de antichrist. Past er ontzettend voor op. Dat is rete gevaarlijk. En een gewaarschuwd mens telt voor twee. Nou, het katholicisme heeft die Koran laten maken. Dat wordt gezegd. En Khadija, die is dus naar Arabië gegaan met een assistent. En die kon ongelooflijk goed schrijven. En die heeft dus die Mohammed gezien. En Mohammed was 15 jaar jonger of zo dan zij. Maar ja, op een oude fiets moet je het leren. En zo is het allemaal begonnen, volgens dat verhaal. Dus de connectie tussen de katholieke kerk en de islam. Als je er meer over wil weten, ja, ik zal het maar gewoon even zeggen, want ik ben te lui om het te gaan typen.
En als jij te lui bent om het niet even op te schrijven nu, maar pak even een pen en een papiertje. Als je dat wil doen, ja. Nou, dan moet je kijken naar die man en die heet Walter Veit. En dat spel je dan Walter op zijn Engels met een H achter de T. Voor de rest is het gewoon Walter. En Veit is zoals je het schrijft, dan begin je met een V. Dus Veit. En dan met een H achter de T weer. Dus Walter Veit of zo. Walter Veit. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Maar dat is in ieder geval V-E-I-T-H. En dan moet je in zijn. Hij heeft enorm veel lezingen gehouden. Ongelooflijk interessant. En daarin laat hij zien alle connecties tussen de idolaterie, dus de beeldverering. En de beeldverering binnen het Mohammedanisme of het Mohammedaanse geloof. En de beeldverering binnen het katholieke geloof. En die mensen die zich daartoe hebben laten verleiden, die moesten wel. En er zijn ongelooflijk veel Mohammedanen die de Koran alleen maar lezen op een positieve manier. En voor die mensen moet je juist niet bang zijn. Die mensen moet je juist omarmen. Want er zitten positieve dingen in de Koran. Ga ze maar opzoeken. Het eerste hoofdstuk bijvoorbeeld van de Koran, wat ik van toen weet, dat is de koe. En de koe, dat is een volgzaam dier. En zo moet jij ook zijn. Je hebt deze dingen om je heen. En die zijn dan maar zo. Maar jij moet volgzaam zijn aan de Heer. Dus dat klopt allemaal. Je moet niet bang zijn voor mensen die een Koran steeds weer opnieuw lezen. Laat ze gewoon lekker gaan. Wij hebben de Bijbel. Ja. En de mensen die de Koran lezen, die hebben respect voor mensen die de Bijbel lezen. Dus wat is dan het probleem? We komen toch allemaal uit bij de waarheid. Dat is het enige wat er is namelijk. Het zijnde is de waarheid. Maar wat is er nu eigenlijk? En het woord islam, hè? Dat is een Arabisch woord. Dat gebruikt dus ook nooit. Ik vind het gewoon dat je Nederlands moet praten. Maar islam, op zijn Arabisch, dat is onderwerping. En dat is precies wat je moet doen. Je moet dat allemaal laten gaan, want je kan er namelijk geen jota aan veranderen. Nu pak ik hem erbij, want ik heb een paar favoriete teksten. Kijk hoe mijn internet loopt. Als eerste pak ik deze. Proverbs. Op zijn Nederlands is dat spreuken. En dan nummer 15. Dat gaat best wel goed. Oh, internet. Oh, mijn internet is weer prima, man. Een zacht antwoord. Vermindert, ja, turneth. Een zacht antwoord draait weg boosheid. Dat staat hier. Een zacht antwoord draait weg boosheid. Maar beledigende woorden, die words is meervoud, hè? Grievous words, beledigende woorden, stoken omhoog boosheid. Dit is ons dogma. Hier gaat iedereen zich vanaf nu aan houden. Een zacht antwoord draait weg wraak. Nee, wrath. Boosheid. Maar beledigende woorden stoken op boosheid.
Oh, wrath en. Oh ja, een zacht antwoord draait weg wraakgevoelens. Maar beledigende woorden stoken op boosheid. Dat staat hier. Denk ik. Wrath is toch boos geworden? Hè? Wij moeten dat leren. We moeten het toch. Het is, en dat die buitenlanders met hun Koran hier naartoe komen, dat maakt helemaal niet uit. Het is alleen maar een test voor ons. Kunnen we dit ook? Oh, ik denk het wel. Even kijken naar mijn aantekening. Hoe ver ik nou ben. Ik zag een, dit is mijn laatste punt. Ik zag een interview met, het was van Pauwnet of zo. En dan zaten ze dus een beetje uit te dagen. Hè? Heb je zo'n lekker mokkeltje erbij, met zo'n rokje. Die wil graag de kuiten laten zien, alsof ze op Zandvoort ligt. En dat loopt dan een beetje in de rondte. En dan vraagt zich af of ze op vrijdagavond nog wel naar de barbecue kan of zo. Of wil ze op zaterdag naar de sauna. En die, of was een jongen, het maakt ook niet uit. Dat is ook zo'n vrolijke jongen die dan denkt, gaat mijn vriendin niet vreemd? Dat is het probleem van die jongen dan weer. Want die heeft er eenmaal lekker mokkel gescoord met zijn 3000 euro netto in de maand. En een leuk flatje ergens in Amsterdam, niet te ver van het IJ. Die zit naar porno te kijken. En dan denkt hij van, dat wil ik ook met mijn vriendin. En dat. Ja, dan gaat hij. Ja, dat komt. Hè, allemaal heel erg zielig vind ik het allemaal, hoor. Ik ken die wereld, zo ik erin verbleven. En er werden dus een stelletje. Nee, er waren drie. Drie Marokkaanse jongens, echt van die bondkraagjes. Gewoon de stereotype Marokkaanse jongens van een jaartje of 16, 15 of zo. Die liepen een beetje te fulmineren en toen dacht ik, die Pauwnet of geen stijl of geen pijl of whatever, zo'n opstoker. Die dacht, ik ga er wat leuks van maken. En die gaat die jongens interviewen. En zij is die kleinste. En die was voor, kon hem eens de oudste geweest zijn. Hij was niet zo lang. Een klein opdonnetje, maar een felle rakker jongen. En die zei tegen die reporter. Want kijk, wij leven in kafirenland. En dit wordt zo dadelijk afgemaakt. Dit wordt zo dadelijk helemaal schoongemaakt. En dan ga ik, sprak hij over zichzelf. Hè? Hij zei, dan ga ik er waarschijnlijk ook aan. Maar het is mijn schuld niet. Het is jullie onzedigheid die de rotzooi over je af zal roepen. En daar kan ik die Marokkaanse jongen helemaal gelijk in geven. Zo'n onzedige toestanden hier. Weet je, Joris Demmink bijvoorbeeld. De secretaris-generaal van Justitie. Die heeft op de Nederlandse tv laten voorlezen. De tekst, ik zal hem er even bij pakken. Toch bezig zijn. Dat je echt weet dat ik het ergens over heb. Oh jee, ik hoop dat ik het snel kan vinden. Dat moet in de blog staan. Ja, jullie moeten het zelf ook een keer echt maar gaan. Hier kan je gewoon ongelooflijk veel leuke dingen zien, hoor. Wat hebben we, Pope Francis? Nee, je moet niet zijn. Hier dan, nee, dat kan ook niet. Hier dan. Zit hij dan daar? Nee, dat kan ook niet. Oh, dat kan ook niet. Hier dan, denk ik. Ja! Toch gevonden. Ja. Even kijken waar die nou precies staat. Hier dan. Ja, ik denk deze. Deze moet je ook echt zelf krijgen. Dit kan ik allemaal gaan voorlezen. Dat kan ik ook doen. Maar hier, daar staat het. Hij, ik ga niet alles voorlezen.
Maar hier staat dus hij. Zie je? Dit woordje hij, dat refereert aan de topambtenaar. En dat was Joris Demmink. En Joris Demmink, hier staat dus die hij, daar moet je Joris Demmink voor lezen. Dus Joris Demmink heeft toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge homo's. En dit is een koppelteken, dat hij niet altijd vroeg, dat hij niet altijd, soms vroeg hij hoe oud ze waren, maar niet altijd. Dat kan toch niet? Je weet wel natuurlijk dat je geen seks mag hebben met prostituees die geen 18 zijn. En dus als je seks gaat hebben met een prostituee, moet je altijd eerst om het idee vragen. En ben je wel 18? Want als zo'n prostituee geen 18 is, overtreed je de wet, de Nederlandse wet. Tenminste, ze zeggen dat hier in Nederland een wet is. Maar die is er helemaal niet. Want Joris Demmink heeft gewoon hier gezegd, ja kijk, soms vraag ik hoe oud ze zijn. En de andere keer ben ik zo geil. Ja, dan moet ik het gewoon doen. Dat betekent dat als jij gesnapt wordt op de snelweg en je hebt 130 gereden, dan kan je gewoon ook zeggen van ja, ik let heel erg vaak op hoe hard ik rijd, maar niet altijd hoor. Dat is het einde van de rechtsstaat. Nederland gaat kapot. Dit kan niet anders. Alle gezinnen gaan kapot. Alle kinderen die hebben het ene weekend naar mama, het andere weekend naar papa. En, iedereen loopt er een beetje leuk over te doen. En die vrouwen die gaan maar hun gang. En die mannen die weten niet wat ze eraan moeten doen. En onderwijl gaat onze echte vrouw, onze moeder Maria. Denk nog maar even terug aan de Beatles. Dat is moeder Maria muziek. Hè. When there's coming time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be, let it be. Ja, niet let it be natuurlijk. Gewoon, Mahatma Gaddafi die is gepakt, met zijn blote reet op een Toyota dak, en zijn anus bloedde hevig, laat het zijn, laat het zijn, laat het zijn, laat het zijn. Laat het zijn, laat het zijn. Zijn anus bloedde hevig voor die dood ging, laat het zijn. Het kan niet, man. En hier moeten we tegen in opstand komen. En die mensen die de Koran gelezen hadden, die dat wel gelezen hebben, in plaats van jullie, ik heb hem ook niet heel goed gelezen natuurlijk, maar die weten het ook. En die kleine mokro's die toen geïnterviewd werden door Pauwnet of zo. Of Geen Stijl. Of Geen Pijl. Of wij zijn de nono. Wij zijn de nono's. En we gaan jullie Noord-Afrikaners een beetje lopen beledigen. Vind je dat goed? Nee, zei die jongen. You can F your own a-hole. Helemaal niet. Nou, op deze manier gaat het echt fout. En wij moeten daar toch wat aan doen. En wat een hoop werken. Want we moeten iedere ochtend al de A12 volzetten. Maar niet de A12 alleen, ben jij gek? Nee, ook de A7 moet vol. En de A6. De A1 moet, nou, er moeten ook meerdere opstoppingen in zitten. De A20, dan moet je dat eens eventjes doen bij Rotje Knor. En bij Rotterdam. Of bij Spijkenisse, oftewel Spijk City. Ja, ga daar maar eens in de file staan. Zie maar thuis te komen. Zie maar op je werk te komen. En daar zijn we allemaal ontzettend druk mee. En Joris Demmink, ja, die vraagt niet altijd hoe oud ze prostituees zijn. Hij heeft een voorkeur voor jongen. Hij wil het liefst de jonge prostituees. Ja? In dat bejaardenhuis zitten natuurlijk ook homo's. Die mag hij ook in zijn reet pakken. Maar ja, daar heeft hij dan geen zin in. Hij wil echt de jonge homo's. Ja. En af en toe ben je zo geil. Ja, kom zeg.
Hij zegt hier ook letterlijk, dat heeft hij laten zeggen, geen onderwerp vindt hij, dat Joris Demmink vindt dit geen onderwerp om in de rechtszaal uit te vechten. Ja, precies, we maken allemaal wel eens een foutje, kom op, niet zeiken. Dus mensen, ik zou zeggen, volgende week, ja, je gaat gewoon, je meldt je maar ziek. Je wordt 's morgens wakker en je denkt van, gadverpa, ik heb geen zin om te werken. Dan bel je gewoon je baas op en dan zeg je van, ik ben ziek. Doe je, weet ik veel. Of je doet een ui onder je oksel. Je doet gewoon een rauw ui, moet je even een ui pakken, snij je door de helft, een schilletje eraf. Ui onder je oksel, ja, dan krijg je zwavelzuur binnen. Dan ben je ziek binnen no time. Nou, dan ga je lekker niet naar je werk. Dat scheelt weer een hele hoop A12 gezeur. En ze zitten daar toch niet op je te wachten. Ja, behalve dan, ik ken een aantal mensen die kennen een heftruckchauffeur. En die moet natuurlijk wel naar zijn werk. Want anders stopt de goederen toevoer. Daar heb ik ook geen zin in. Hè? Dus iedereen die echt werk heeft, ja, die moet natuurlijk wel naar zijn werk. Maar iedereen die denkt van, wat doe ik eigenlijk op mijn werk? Nou, gewoon ziek melden. En dan ga je gewoon lekker positieve dingen doen. Het is vast wel iemand waarvoor je de ramen kan lappen. Je gaat langs bij tante Jo. Een kopje thee drinken. Ik ben bijna op een uur, dus we hebben nog 4 minuten. En dan ga ik afsluiten. Dit stukje, dit is echt erg leuk hoor. Dit is ook echt verschrikkelijk. Wat hier gebeurd is in Zandvoort. En deze man, een merkwaardige man, die Marcel van Vloesem. Toestand man. Dan krijg je dat ding met Dutroux. Oh, 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 oh. Oh. Ik ben er zo voor om iedere burger gewoon een wapen te geven. Jezus, waar zijn deze mensen mee bezig? Hè? Wat is dat nou? Het idee is toch dat, kijk, wij mensen is ons leven geschonken. Dat is een geschenk. Dat is gekregen. Als jij jarig bent, hè, en je krijgt een verjaardagscadeau, dan moet je, stel het is een speeltje, of het is een trui, of je krijgt schoentjes. Hè. Maar op je verjaardag krijg je wat. Dan moet je dat cadeau gebruiken. Je kan wel zeggen, oh dankjewel. En dan leg je dat cadeau ergens in een kast, dan doe je de deur dicht. Dan denk je, mooi, het cadeau is opgeborgen. Dat is niet aanmoedigend voor het volgende cadeau. Dus als je dat jaar erop weer jarig wordt, hè, dan staat je oude cadeau nog zo goed als nieuw. Die kan je tweedehands verkopen. Dan gaat het niet werken. En je moet dankbaar zijn voor je leven. En daarvoor moet je boete doen. Zo noemen de christenen dat. In het artikel 31, het Lutheriaanse of zo. Boete doen. Repent. To repent. Want heel veel mensen, als je goed kijkt naar het geschenk wat je gekregen hebt, als je er goed naar kijkt, als je naar je eigen leven kijkt, dan heb je gewoon een moment waarop je denkt van, oei, dat had ik niet mogen doen. Zo moet je zijn. En je moet dankbaar zijn voor je eigen leven en de rest is gewoon shitzooi. Zoals Jean-Paul Sartre zei, l'enfer, c'est les autres. De hel, dat zijn de anderen. Je wordt helemaal beladen met schuldgevoel door iedereen die tegen je zegt, en waarom was je niet op tijd? En we zouden om 4:30 doen, en nu ben je 10 minuten te laat, en nou vind ik het niet meer leuk. Ja, daar moet je gewoon niks van aantrekken. Jezus is voor jouw zonden gestorven aan het kruis. Jij hebt nergens last van. Jij bent een christen. Iedereen is een christen.
Iedereen is een kind van God. Jezus is onze grote broer. En dat was de biggest brother of all. De grootste klokkenluier die er nooit met zijn eigen leven voor heeft betaald. En het interesseerde hem geen. Het enige wat hij zich afvroeg van, oh jeetje, straks wordt de Heere Heere boos op degene die mij gekruisigd hebben. En dan zitten we in nog grotere problemen. Dat was het enige wat hij zich afvroeg. O Heere, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En die houding, die levenshouding, die moet komen. En onderwijl moeten we gewoon onze vrouw, onze fijne Verenigde Naties, Europese Unie, die moeten we gewoon meppen. Gewoon slaan, man. Ook op je werk. Ik sprak voor nog geen week geleden, sprak ik een vrouw die werkte in het onderwijs. En ze zei lesgeven, want ze geeft Duitse les. Ze is geboren in Zwitserland, want ze woont in Wageningen. En ze zei lesgeven, dat vindt ze hartstikke leuk. Daar geniet ik gewoon van. Dat is niet eens werk, dat is bijna mijn hobby. Ik vind het leuk om met die mensen om te gaan. Ik vind het leuk om ze te zien en om ze uit te leggen van die, dier en das. Want Duits is niet zo stom. Er zit een logica in. Maar, zei ze, het management op school. Dat is een overheidsinstelling die hier, een soort regionaal overheidsgebeuren, daar werkt ze dan. Het management, dat doet maar wat. Dat brult maar wat. En dat zegt gewoon van, je gaat maar dit doen. En als zij dan zegt, als een manager, van ja, dat is misschien een beetje moeilijk. Want A, B, C, D, E. Dan zegt zo'n manager gewoon van, fuck you. Ik heb toch net gesproken. Jij gaat dat gewoon doen. Kijk, dat is onacceptabel. Dat is geen management. En die vrouw, die manager is de vrouw. Die moet je gewoon mappen. En zie het maar te doen. Want je kan je manager, stel je hebt zo'n persoonlijk probleem. Dat je echt een manager op het werk hebt. Dat gewoon ongelofelijke e-hol is. Ja, wat moet je eraan doen? Je kan hem niet echt slaan natuurlijk. Als je dat doet, dan blaast hij op zijn fluitje en dan komt de veiligheidsdienst eraan of zo. En dan word je afgevoerd. Dan ben je je baan kwijt. Maar je kan hem wel slaan. En dat kan je doen met je taal. Je moet je manager voor lul zetten. Je moet je manager laten weten dat hij het echt niet doet. Dat er gewoon helemaal niks is. Het is gewoon een lul. Gewoon een eikel. En maak die manager, zet hem gewoon voor lul en plein publiek. Dat moet er zijn. In een persoonlijke confrontatie. Want daar heb je er niks aan. We hebben het gewoon over het slaan van de vrouwen. Het positieve van de Koran. Maar als je dus een manager hebt die het echt niet goed doet. Die zal best wel een moment hebben dat hij de goe gemeente, dus al het personeel gaat toespreken. Dat heeft hij vast wel. Maar op zo'n moment moet je hem pakken. Moet je hem gewoon voor lul zetten. En dat moet je doen op een marginale manier. Dat betekent dat je moet ontzettend goed op je taal letten. En je mag vooral niks zeggen wat over de scheef gaat. Dus je moet de boodschap die je het voor lul zetten, de voor lul zettingsboodschap, dus wat je echt wil zeggen om hem voor lul te zetten, die moet subversief zijn. Nou, dat is moeilijk. Je moet hem echt eronder zien te pakken. En je mag niet zeggen tegen in zo'n gezelschap, dat is een klootzak. Want dan ben jij de lul. Dan ga je fout, dan ga je onderuit. Net als met schaken, dat is gewoon pech. Volgende potje beter. Je moet die boodschap eronder schaven. En dat werkt het beste via humor. Het beste maak je een grap. En dan sabel je zo iemand af. Met een grap. En de mensen in de zaal die die grap doorzien, die lachen zich helemaal suf. En je manager die ligt gewoon op de grond.
Net als Nebuchadnezzar. Kunnen we ook nog even bijpakken. Ach, voor de lol. Kom op. Maar maak het uit. Het is gewoon ter afsluiting. Even kijken welke bak pakken. Dat is het boek Daniel. En dan moet je volgens mij hebben boek 9. Oh, ja, dan moet je hier even op het dingetje drukken. Bam. Dan moet hij bestaan. Ja, hier staat het verhaal van Nebuchadnezzar. Er was een leider en die ging onderuit. En Daniel die heeft hem dus voorspeld wat er zou gaan gebeuren. Erg interessant hoor. Dat is dus ons ding ook. Nu sluit ik echt af, want we zijn op. Ja, ik ben over het uur. Dus deze is klaar. Dat is mooi. En ik vind het hartstikke fijn dat jullie hiernaar geluisterd hebben. En de volgende keer pak ik de draad weer op, natuurlijk. Met nieuwsuitzending 132, denk ik. En dan hebben we het weer over wat anders, of iets van vandaag. Maar erg lief dat jullie hier naar geluisterd hebben. En ik hoop dat jullie begrijpen wat je morgen moet gaan doen. Ik moet ook morgen iets gaan doen. En nu ook. Ik moet iets te eten gaan maken. Hey, dankjewel. En op zijn hamburgers. Tjus en dag lieverds.